Dan gaan we direct eigenlijk verder met de Europese houtverordening en certificering. Voor de gemakkelijkheid gaan we dat gewoon EUTR noemen. Iets korter. Hier gaan we kijken naar wat de EUTR over certificatieschema's zegt. Dus wat staat er in de teksten? Die gaan we snel even doorlopen, want er zijn een heleboel slides met prints van die originele teksten. En dan ga ik dat wel, wordt het daarna een beetje in detail uitgelegd. Dus het eerste deel gaat een beetje snel gaan, maar het wordt allemaal nog eens herhaald. En dan het tweede luik van deze presentatie is hoe kan je dan certificering binnenin je due diligence systeem gebruiken eigenlijk. Hè. Voilà. De EUTR Basics, we gaan het er niet zo heel veel over hebben, omdat er eigenlijk al een heel webinar aangeweid was. Maar het komt er dus op neer dat de Europese Commissie een richtlijn heeft uitgegeven die dan bindend wordt toegepast in de EU-lidstaten en dat dan ook de EU-lidstaten elk apart verantwoordelijk zijn voor de uitvoering daarvan. Wat dat dus ook leidt, zoals je bij de inleiding al gehoord hebt, dat er nog wel wat werk is om dat te streamlinen, dat dat ook in alle regio's op dezelfde manier eigenlijk gecontroleerd wordt. Het doel natuurlijk, of het idee van heel dit ding is natuurlijk om te voorkomen dat illegaal hout van buiten, of ja, zelfs ook van binnen, illegaal hout op de EU-markt terechtkomt eigenlijk. Nu heeft de EUTR het ook over vrijgestelde producten, waaronder vlechtlicenses en materiaal met CITES-permits en ook specifieke producten die op basis van de douanecodes niet in de EUTR zijn opgenomen. Die producten zijn vrijgesteld van de due diligence die zoals beschreven in de EUTR. Certificatie staat daar niet bij, dus certificatie is niet vrijgesteld van due diligence. Helaas, anders hadden we ook geen webinar gehad, hè, natuurlijk. Geen green line voor EUTR. Wat betekent dat dan? Betekent dat dan, is het nutteloos? Nee, helemaal niet. Daar gaan we het dan natuurlijk ook vandaag over hebben. Het betekent natuurlijk wel dat je due diligence moet hebben, ook als je enkel en alleen gecertificeerd materiaal inkoopt. Het moet in je systeem opgenomen worden. Wat het niet betekent, of wat dat het verandert, is dat het natuurlijk een groot hulpmiddel is in het due diligence proces. En het kan natuurlijk vergemakkelijken dat je tot een low risk conclusie komt, een low risk op illegaliteit. Voilà. Hier zien jullie even een slide met allerhande officiële EU Timber Regulation documenten. Je hebt de Timber Regulation, de implementatie ervan. Een guideline of een hulpmiddel van de Europese Unie daaromtrent. En verder nog notities en andere EUTR Expert Guidance documenten, die eigenlijk allemaal officieel zijn en die hier te vinden zijn. Ik ga eens even proberen of ik dat kan tonen op die website. Want het is niet evident. Als je naar die link gaat die hier in de slide beschreven staat, dan kom je op deze pagina uit. Moet je eigenlijk helemaal naar beneden scrollen. Al die tekst, hier staan ook interessante dingen in. Maar wat ons misschien het meest interesseert, is de legislation en de guidance. Hier kan je al die documenten in de vorige slide gewoon downloaden in het Nederlands ook, of andere talen, indien gewenst. En hier ook al die guidance documenten. Dus even om jullie bekend te maken met die hoe dat die website eruit ziet. Als we dan gaan kijken naar die teksten, ik heb ze in het Engels laten staan, service wordt er allemaal nog eens herhaald in het Nederlands en gaan we dieper op ingaan. Er staat dus dat je een due diligence systeem moet hebben, dat je daarvoor procedures moet hebben en dat je moet nagaan of dat het hout inderdaad legaal is. En je mag daarvoor, staat er in de tekst, third-party schemes gebruiken, dus zijnde certificering van derden. Verder staat er ook in dat je risk mitigation, dus risicobeperkende maatregelen moet hebben, of procedures daaromtrent. En ook daar mag je certificering in opnemen.
Over risk assessment en risicobeperking staat er dan dat je mag certificaties of certificering door derden gebruiken. Waar moeten die dan aan voldoen? Ten eerste en vooral moet dat een publiek, openbaar systeem zijn waar je dus aan kan, transparant zijn. Je moet aan die documenten aankunnen. Je moet kunnen zien wie dat er voor gecertificeerd is en dergelijke. Dat schema moet ook bestaan of opgemaakt zijn, of daar moet in opgenomen zijn dat er audits zijn ter plaatse door een derde of door een certificeerinstelling, zoals in de vorige slide eigenlijk uitgelegd is. En dat moet op met intervallen zijn die niet te lang uiteen zijn, regulars. Er moet ook een systeem van traceerbaarheid zijn, waarbij je dus op elk punt van de keten controle kan uitvoeren. En er moet ook een controle zijn op materiaal dat niet onder dat schema valt, maar er misschien wel in kan opgenomen worden. Dus daar moet ook een beschrijving rond zijn. Dan heb je nog een ander document, de rol van de regelingen van controle door derden in risicobeoordeling en beperking. Dat staat in die guidance. Dat is een hele boterham. Kort samengevat staan we eigenlijk weer dezelfde zaken in die we daarnet al even uitgelegd hebben of aan bod zijn gekomen. Je moet legaliteit, of het systeem moet legaliteit dekken. Dus alle toepasselijke wetgeving moet daar in bekeken worden. Er moet iets gezegd worden over de aard en de frequentie van audits of van de controles. En er moet ook gesproken worden over het uitsluiten van onbekend materiaal of het erin opnemen door een soort van controlesysteemmechanisme. Verder staat er ook in dit document, en dat komt dan weer overeen met wat er in de eerste uiteenzetting door Sitsen is uitgelegd, moet er een accreditation body boven de certificeringstelling staan om, zoals eerder ook gezegd werd, te streamlinen dat eigenlijk al die verschillende organisaties op dezelfde manier de controle uitvoeren. En dat het eigenlijk dan op die manier erop neerkomt dat het niet zoveel uitmaakt of je nu bij A of bij B gecertificeerd bent. En ook de standaard, dus de norm van het systeem, moet eigenlijk voldoen aan de ISO en ISEAL richtlijnen. Dat is eigenlijk heel algemeen. Hoe ziet een standaard of een norm eruit? Hoe moet je die opstellen? Wat moet er allemaal in zitten? Dus dat wordt ook door UTR gevraagd als je een certificering of een verificatie door derde wilt opnemen. Er moet dus ook instaan wat er gebeurt met materiaal dat niet uitkomstig is uit dat gecertificeerd bos. Dat wordt dikwijls opgelost door mixed claims, controlled wood, controlled sources en dergelijke. Maar er moet een systeem zijn dat daarmee rekening houdt. En er moet verder ook nog rekening mee gehouden worden met specifieke tekortkomingen of issues, zullen we maar zeggen, in bepaalde landen of in een bepaalde zone of dergelijke. Want het kan zijn dat een systeem in één land goed werkt en in het andere bijvoorbeeld niet, of dat daar gedocumenteerd is dat het een systeem is dat niet wordt nageleefd. Dus daar moet ook rekening mee gehouden worden. Voilà, dat was heel kort wat dat dus in die tekst allemaal staat. Nu gaan we eens kijken wat dat dan praktisch inhoudt, of hoe dat we dat kunnen interpreteren, of hoe dat eigenlijk voor EUTR een serviceerschema eruit zou moeten zien. Onderverdeeld in drie categorieën, kwaliteit en systeem van controles, traceerbaarheid en risico op mengen, en dan de toepasselijke wetgeving, hoe wordt dat afgedekt. Zoals eerder al gezegd, dus dat moet publiek beschikbaar zijn. De vereisten, de normen, het certificatieproces en dergelijke moet transparant zijn. Je moet dat kunnen inzien. Anders is dat niet objectief natuurlijk. Er moeten onafhankelijke controles plaatsvinden door derden die gekwalificeerd zijn. Dus dat is wat bijvoorbeeld het accreditatieschema dan de certificeringstellingen goedkeurt om ze van die controles te kunnen uitvoeren. Er moeten regelmatige controles zijn, dat zijn die regular intervals dat we eerder gezien hebben. Periode van maximum 12 maanden, dus niet langer.
Fysieke controles moeten ook ouderwets ter plaatse zijn. Enkel desk is ook niet toegestaan of niet opgenomen. En dan hier ook weer ja, dat het als gids de ISO en ICO normen of standaarden gebruikt. Voilà, hier hebben we als voorbeeld serviceerschema Perfect Timber. Gewoon fictief, bestaat niet. En ook heel duidelijk, dat is maar als voorbeeld natuurlijk. In dit schema Perfect Timber zijn er eigenlijk geen publiek beschikbare standaarden, dus je weet eigenlijk niet over wat dat gaat. De certificeringstelling kan eigenlijk een zusterbedrijf zijn van de certificaathouder. De audits moeten maar één keer om de 6 jaar gebeuren en kan volledig via telefoon eigenlijk gewoon gebeuren. Dus dan ben je natuurlijk in breuk of in tegenstelling met wat dat er gevraagd werd in de ETR. Namelijk niet publiek beschikbaar, geen onafhankelijke controles, ook geen regelmatige controles en ook geen fysieke controles. Dus dit schema, zou ik kunnen zeggen, kan je eigenlijk niet beschouwen als een geldig certificatie of verificatie door termen zoals EUTR, die benoemd. Tweede vereiste dat daar dan nog uitgekomen is, is de traceerbaarheid en het risico op mengen. Je moet dus traceerbaarheid kunnen aantonen eigenlijk voor elk punt in die toeleveringsketen, van het bos tot eigenlijk elke entiteit die legaal bezit neemt van het materiaal totdat het dan bij jou komt. Dus de volledige supply chain, zullen we maar zeggen, de volledige toeleveringsketen. En dan moeten er voldoende controles zijn om te zorgen dat er niet gemengd wordt met illegaal of dus met materiaal dat onbekend is. Of er moet een systeem zijn, zoals eerder gezegd, waarbij je dat materiaal dan toch kan opnemen door middel van een andere norm of door middel van richtlijnen of een of ander controlesysteem. Dan zou het gaan over gecontroleerd materiaal. Hoe kan je dat dan garanderen? Hè? Normaal gezien, de meeste systemen hebben een... Zoals eigenlijk ook al bij de eerste presentatie aan bod kwam, een forest management of een bosserviceringsonderdeel en dan een chain of custody of een norm die zich toespitst op het produceren en verhandelen van die geserviceerde materialen. Meestal ook wordt er dan gebruik gemaakt van een scheidingsproces of een massabalans of een kredietsysteem voor het behandelen van die materialen intern in het bedrijf als er gemengd wordt, om dat dan gecontroleerd te kunnen doen. Of als er niet gemengd wordt, om dat perfect te kunnen identificeren en te scheiden van elkaar. Er zijn ook discussies over volumeafstemming. Zoals bijvoorbeeld bij FSC de laatste tijd heel wat onderzoek is naar verification, transaction verification, dergelijke toestanden. En er moet ook een detectie zijn van valse claims, dus er moet kunnen nagegaan worden. Is dit bedrijf gemachtigd om zomaar te zeggen dat het materiaal dat het levert van een of ander certificatieschema of onder een certificatieschema valt? En dan is er nog de vraag van, ja, wat doe je dan met materiaal dat niet uit zo'n gecertificeerd bos komt? Dus dat niet onder die forest management standaard valt? Dan moet er ook weer natuurlijk controle uitgevoerd worden op dat niet gecertificeerde hout of dat niet gecertificeerde bos aan de hand van de toepasselijke wetgeving zoals in EUTR beschreven. Dat kan ook weer door het certificatiesysteem of schema zelf gebeuren. Die bijvoorbeeld de Controlled Wood Standard of Controlled Sources bij PFC. Dus daar zijn dan ook weer normen voor. En daar wordt dan ook meestal een systeem of een gelijkaardig systeem gebruikt aan de EUTR Due Diligence. En dan gaat het met name eigenlijk over een risico of een systeem of het bekijken van risico's in welke risico's zijn er op dat de legaliteit niet zou nageleefd worden. Een risk-based is dat eigenlijk, maar ik vond het juist een Nederlandse woord. En dan ja, krijg je dus normaal gecontroleerd materiaal
dat niet geserviceerd is, of niet geserviceerd is, maar dat wel in de geserviceerde keten kan opgenomen worden. We gaan het nog eens proberen, deze keer met Perfection Timber. Een nieuw certificatieschema. Maar hier is eigenlijk alleen maar een forest management standaard aanwezig. En er is eigenlijk ook geen nood om te controleren vanaf dat hout het bos verlaat. Het is gewoon, ja, vanaf dat het uit dat bos komt, is het geserviceerd en er is geen controle meer. Dus hier zitten we dan weer met een probleem dat schema geen traceerbaarheid in zich opneemt. Dus geen chain of custody standaard of een ander systeem om te controleren dat het dan over de keten, toeleveringsketen, gescheiden blijft of geïdentificeerd blijft. En natuurlijk ook is er geen controle van onbekende input, want die zouden op een of ander moment eigenlijk gewoon tussen gemengd kunnen worden. Dit is maar gewoon om te tonen, om duidelijk aan te tonen wat dat dan niet zou moeten zijn. Wonder Timber, die proberen het ook. Maar hier is eigenlijk ja, van bosmanagement niet zoveel sprake. Er mag hout uit niet geserviceerde bossen ook gebruikt worden. Je hebt alleen maar een eigen verklaring van de leverancier nodig dat het hout legaal is. Dus hier wordt eigenlijk niet voldaan aan de eis van EUTR om te zeggen je moet controles op legaliteit uitvoeren voor waar het niet geserviceerd materiaal betreft. Oké, en dan is er nog het derde stukje van wat we daar in die teksten allemaal hebben opgerakeld. De juridische dekking of hoe kunnen we nagaan dat die legaliteit gecoverd is door het certificatieschema dat we willen gebruiken. Daarom moeten we, of daarvoor moeten we eigenlijk eerst naar de definitie kijken van wat staat er in de EUTR van wetgeving, aan welke wetgeving moet er voldaan worden. Hetza. Natuurlijk gericht op land van oorsprong en land van houtkap en natuurlijk op houtkapactiviteiten. Er zijn vijf grote categorieën in EUTR opgenomen. Recht tot houtkap, dus kan je er kappen, hoeveel mag je er uit het bos halen, waar liggen die grenzen, is dat officieel, is er een managementplan, dergelijke zaken. Dan het tweede onderdeel is welke rechten zijn daaraan verbonden. Zijn er heffingen, is er tax, moet je daar belastingen betalen en dergelijke. Dus die categorie van wetgeving moet je daar ook in opnemen of is ook opgenomen. Houtkap zelf, dus de activiteiten en dan ook milieu- en boswetgeving die daar rond toepasselijk is. Biodiversiteit wordt daar ook in opgenomen en dan natuurlijk rechtstreeks welke houtkapactiviteiten mag je doen, mag je niet doen, op welke manier dat dan mag gebeuren en dergelijke. En dan ook nog vierde categorie, rechten van derden, die door de houtkap zouden geschonden kunnen worden, betreffen grondgebruik, grondbezit en dergelijke. Want dat is in veel landen of in veel regio's ook wel een groot issue. En dan handel en douane, dat wat meer toespitst op wetgeving rond het verhandelen van die producten eigenlijk, over de hele keten. Dus die vijf categorieën moeten door of het certificatieschema dat je wilt gebruiken, moeten eigenlijk gedekt zijn. More Perfect Timber gaat dat nog eens proberen, of gaat dat eens proberen, dat is nu een ander certificatieschema. En zij hebben vijf eisen in hun standaard staan. Eis 1, organisatie heeft het wettelijke recht om actief te zijn in de beheereenheid. Dat is natuurlijk simplified, dus iets vergemakkelijk. Maar hier kunnen we zeggen, oké, ze houden rekening met de rechten tot houtkap, zoals eerder beschreven. De organisatie zal de toepasselijke nationale wetten met betrekking tot oogstactiviteit naleven. Dit zou slaan op activiteiten van de houtkap. De organisatie erkent en handhaaft de wettelijke rechten van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren. Zoals besproken, rechten van derden wordt hier dan eigenlijk ook. Laat ons zeggen dat die eis volledig covert totdat er aan legaliteit is natuurlijk. Hè.
Van wetgeving, moet ik eigenlijk zeggen. En dan eis 4, de organisatie leeft de toepasselijke wetten met betrekking tot transport en handel na. Voilà. Dus nu zitten we met een schema dat eigenlijk 4 van die 5 categorieën dekt. Niet helemaal. Dus wat zou er hier nu gebeuren met More Perfect Timber? Ja, er wordt eigenlijk niks gezegd over die belastingen en heffingen. Hè. Dus als je nu dat certificatieschema wilt opnemen in je due diligence systeem, dan kan je daar dus van uitgaan dat 4 van die 5 categorieën door het systeem gecontroleerd worden en dus een laag risico op illegaliteit met zich meebrengen. Natuurlijk is er een categorie die dat in dat schema helemaal niet aan bod komt. Dus wat moeten we daar dan mee doen? Kunnen we dan dat schema niet gebruiken? Daar moeten we dan eigenlijk gewoon zelf ons eigen onderzoek als bedrijf, of in je due diligence moet je daar dan je eigen onderzoek naar doen. Dan moet je natuurlijk eerst en vooral nagaan, wat is de wetgeving op nationaal niveau, dus in het land waar, waar dat het uitgekapt wordt, rond belastingen en heffingen. Dus moet je al die wetgevingen nagaan, om te zien, oké, worden die hier consequent nageleefd in dit land of niet? Als je dan bewijslast kan vinden dat dat inderdaad geen issue is, dat daar geen inbreuken of zeer weinig inbreuk op wordt vastgesteld, dan kan je concluderen dat wat belastingen, nu in dit geval belastingen en heffingen betreft, het risico op illegaliteit laag is. Meestal is dat natuurlijk niet het geval. Er zijn er altijd wel risico's en instanties waar dat die wetgevingen niet worden nageleefd. En dan moet je natuurlijk op maat gemaakte mitigerende of beperkende maatregelen zelf gaan toepassen op deze categorie. Hier nog eventjes een schema van hoe dat er dan uiteindelijk uitziet als je met zo'n hiaat zit in je certificatieschema. Het is niet omdat er een hiaat is in je schema dat je dan ook een probleem of een mitigerende maatregel zou moeten toepassen. Indien natuurlijk, dus nu zit ik even mijn muis erbij halen, zit ik in dit vakje, er zit een hiaat in ons certificatieschema. Maar in het land van herkomst is er eigenlijk geen reden om aan te nemen dat die wetgeving niet wordt nageleefd, of die wetgevingen niet worden nageleefd. Dus dan kan je eigenlijk nog altijd een laag risico uitkomst beschouwen, zal ik maar zeggen. Andersom ook het geval, als er wel risico is in het land op die wetgeving, maar het wordt gedekt door je certificatieschema, dan kan je ook van een laag risico uitgaan. Het is alleen maar in het geval dat er in beide situaties, dus niet gedekt door het certificatieschema, en ook risico op overtredingen of op illegaliteit, dan ga je dus mitigerende maatregelen moeten toepassen. Om even terug te komen op die 5 categorieën, dat is natuurlijk heel breed. Hè. Je kan zeggen, rechten tot houtkap. Exact welke wetgeving moeten we dan bekijken en welke niet. Daar zijn ook EUTR-richtlijnen rond. Natuurlijk niet super tot op de laatste letter. Maar die geven wel een heel goed beeld van wat dat eigenlijk allemaal onder die categorieën zou moeten vallen. Organisaties en certificatieschema's hebben natuurlijk elk hun eigen interpretatie van hoe zij die categorieën aanpakken of hoe dat zij het detail daarvan gaan uitwerken. Wat we wel kunnen zeggen is dat de belangrijkste postserviceringen die 5 categorieën wel dekken. Sommige organisaties werken die categorieën verder uit, zoals we bij Preferred by Nature gedaan hebben. 21 hebben we er ondertussen al. Dat is eigenlijk gewoon om iets gedetailleerder te werken en ook om eigenlijk voornamelijk ook om als je dan een risico vindt, dat je gemakkelijker het kan oplossen, dat je dan direct weet onder welke tussen subcategorieën het valt en dan eigenlijk gerichtere mitigerende maatregelen kan toepassen. Dat is mij eigenlijk om een idee te geven dat het hoe het soms anders gedaan wordt. Maar geen vereisten natuurlijk. Oké, voilà.
Dus we hebben nu gezien eigenlijk wat dat er in de EUTR staat, hoe dat een certificatieschema eruit kan zien en voor wat hij het allemaal kan gebruiken. En nu gaan we iets praktischer kijken van wat gaan we nu doen als we zo'n certificering willen gebruiken in ons due diligence systeem. Dus eerst moet je dat schema eigenlijk evalueren om te zien, komt het overeen met die eisen die dat er in EUTR gesteld zijn voor certificatieschema's. Dan, indien dat het geval is, dan kan je, of indien dat er nog, zoals we ook gezien hebben, een hiaat zit in een of andere categorie, als je dat documenteert, dan kan je dat certificatieschema opnemen in je due diligence procedures, die drie stappen die komen zelfs aan bod. En dan kan je natuurlijk ook, dan moet je nog je due diligence toepassen op die specifiek, op die specifieke controle, toeleveringsketens en op je specifieke producten. Voilà, dus als je besluit, we nemen certificatieschema, was het Perfect Timber? Nee, dat was niet zo'n goeie, ik weet het niet meer welk dat de beste was. We nemen dat op in ons due diligence systeem. Dan moet je er natuurlijk ook voor kunnen zorgen dat die drie categorieën, zoals in EUTR beschreven, inderdaad gedekt zijn door dat schema. Of waar in het geval van de juridische dekking, waar dat er dan misschien nog een hiaat zou zitten. Van dat alles moet je natuurlijk documentatie bijhouden. Je kan niet zeggen als er controle is van, we hebben dat in ons hoofd gedaan en dat kwam allemaal goed uit. Nee, je moet altijd kunnen aantonen op welke manier je die categorieën geanalyseerd hebt en op welke manier je tot het besluit bent gekomen dat het certificatieschema de juridische wetgeving dekt en hoe dat je dat dan gaat gebruiken. Natuurlijk om niet te zeggen van oké, we gaan even een certificatieschema helemaal doorlichten om te zien of dat voldoet aan of dat al die wetten toepast of dekt. Is natuurlijk een hele uitdaging. Er zijn dan gelukkig een paar hulpmiddelen voor. Frameworks, zoals ze dat dan zullen noemen. Het zijn eigenlijk gewoon checklists van hele lange checklists, waar je moet nagaan of dat het certificatieschema inderdaad overeenkomt met wat dat er dan als legaliteit aanzien wordt. Door bijvoorbeeld deze drie organisaties, er zullen er nog wel zijn. Niet te veel over zeggen. Het blijft nog altijd ingewikkeld, zelfs als je zo'n lijst hebt. Gelukkig zijn er ook certificatieschema's die zelf al zo'n document hebben uitgewerkt of zelf al een evaluatie hebben gedaan en dat gedocumenteerd hebben. Die kan je ook gebruiken. En dan zijn er gelukkig ook nog andere derde organisaties die zo'n evaluatie van certificatieschema's hebben uitgewerkt. Goed, dus als je dan gelukkig zo'n, of met wat geluk zo'n rapport van derde kan vinden over die certificatieschema, dan moet je dat natuurlijk ook nog in je due diligence toepassen, want we hebben in de eerste slide, nee, in een van de eerste slides gezien dat je wel due diligence moet toepassen voor je gecertificeerd materiaal. Dus moet je ook een procedure hebben waar dat al die drie categorieën, informatie, risicoanalyse en risicobeperking in opgenomen zijn. En daar moet je dan ook je certificatieschema voor toepassen. Dus wat dat dan betekent voor informatie verzamelen. Je moet nog steeds de vereiste informatie verzamelen zoals in EUTR beschreven is. Omschrijving van het product, de hoeveelheid ervan, de leverancier en de koper, tenzij dat je natuurlijk de eindverkoper bent van het afgewerkte product. En dan de species en de oorsprong. Dus je moet nog altijd je supply chain eigenlijk mappen zoals dat in EUTR gevraagd wordt. We zien ook dat hier in dit geval deze vereiste ook steeds meer wordt opgenomen in certificatieschema's. Hier nu het voorbeeld van FSC, of Success, waarbij dat je eigenlijk die access to information ook in de Chain of Custody standaard staat uitgewerkt eigenlijk.
Je moet ook voor elke levering eigenlijk de volgende informatie hebben, zoals een gewoon due diligence systeem. Dus je moet weten welk certificatiesysteem dat er gebruikt wordt. Je moet er zeker van zijn dat die certificaten geldig zijn en hoe of welk product er veranderd wordt en welke claim dat je dan uiteindelijk krijgt. Dus die informatie moet je ook nagaan en daar hebben we dan de case study voor, die dat dit ook nog eventjes meer detailleert. Als risk assessment kan je natuurlijk certificering gebruiken als geloofwaardige informatie die aangeeft dat er aan bepaalde wetten voldaan is. Als je nu een certificatieschema hebt dat volledig de toepasselijke wetgeving dekt, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat er geen risico op illegaliteit gebeurt of is. Als er een ja is in je certificatiesysteem ten opzichte van die legaliteitscategorieën, dan moet je inderdaad alleen het ja behandelen of de categorie die niet in het certificaat voorkomt. Of door de norm gedekt wordt, zal ik maar zeggen. En dan zijn er nog chain of custody systemen die meestal een laag risico garanderen op mengen van materiaal, mengen met onbekend materiaal en dergelijke. Zaken die heel moeilijk zijn om te doen als je bijvoorbeeld geen, of die moeilijk zijn om op te nemen in je risk assessment als het over niet gecertificeerd materiaal gaat. Waarom kan je nu, of wat houdt er nu in eigenlijk, waarom kan je ervan uitgaan dat certificering dan zoveel meer dekt dan dat je bijvoorbeeld zelf zou kunnen doen? Dat is namelijk, ik weet niet of dat je, ja. Omdat de certificering in elke, of in elke stap van de keten eigenlijk een volledige controle uitvoert op zijn volledige standaard. Alle punten die daarvoor relevant zijn, bij elke leer of bij elk bedrijf wordt dat volledig uitgewerkt. Tegenover, als je dat zelf zou doen, dan zou je daar specifieke categorieën op nakijken bij elk van die bedrijven. Wat dat dus ook alweer inhoudt dat je een minder volledig beeld krijgt en eigenlijk ook minder informatie dekt dan bij bijvoorbeeld een FSC 100% zeg maar meubel zou aankopen. Om maar iets te zeggen. Meestal is dat dan ook nog op afstand op document gebaseerd, of zeker in eerste instantie. Soms is het dan ook nodig om ter plaatse te gaan. Als ik weer even terug ga, dan hier is het meestal, is er eigenlijk bij elk van die stappen in de keten al een on-site audit door de certificeringsinstelling uitgevoerd. Dus wel een betere coverage, zullen we maar zeggen. Je kan het ook gebruiken in je risicobeperking en dan meestal komt het er eigenlijk op neer dat je met je leverancier zou samenwerken om die te laten serviceren, om postbeheereenheden te laten serviceren of om nieuw materiaal te zoeken. Als je natuurlijk met je directe leverancier, dan zit er nog 5 stappen voor, dat je misschien werkt met je leverancier om toch nog geserviceerd materiaal te kunnen aankopen. Dus op die manier kan je ook risicobeperking doen aan de hand van certificering.